Mijn naam is Ben van Leemrijverhuur. Hierbij uitleg van de waterzuiger. Met deze waterzuiger kunt u al het water van de vloer zuigen. De waterzuiger bestaat uit de volgende onderdelen. Dat is de machine met de zuigslang, de zuigstang, de brede zuigmond met rubbers. Verder bevindt zich onder de motor een trechter. Deze kunt u er vanaf beuren. Hieronder daar zit een trechter met een zuigkorf en daar zit een bal in. En met deze bal zorgt ervoor, zodra de ketel vol is met water, dat hij het zuigen afsluit. Verder om deze korf daar bevindt zich ook een netje. Dit is ervoor dat er geen vuil in de motor komt. Dus het netje moet u hier even overheen doen. Daarna plaatst u de trechter op de ketel. Daarna beurt u de motor op en die zet u ook boven op de ketel. Het is zaak dat u de schakelaar aan de voorkant hebt van de machine. Daarna haalt u de beide klemmetjes over. Dan kunt u de slang aansluiten. Dit is met een wartel. Deze draait u rechtsom. Gewoon vast is vast. U moet hem niet doordraaien, want anders dan gaat de draad van de wortel stuk. Verder kunt u dan de stekker in stopcontact doen. Schakelaar overhalen en dan begint hij al te zuigen. En dan kunt u het water allemaal van de vloer zuigen. Zodra de ketel vol is, dat kun je vernemen doordat de motor daarna een ander geluid maakt. Ook kunt u het voelen, want er komt geen water meer door de slang. Als hij vol zit, dan haalt u de slang even van de ketel af. En daarna haalt u de klemmetjes los. De motor er vanaf beuren, plus de trechter. Nu zit de ketel dus vol met water. Het is belangrijk dat u deze niet gaat drukken naar de plek, maar u houdt hem ietsjes achterover. Dan steunt hij op de grote wielen en u trekt hem mee naar de plek waar u het water wil lozen. Bent u op de plek, dan haalt u met één hand deze vergrendeling omhoog. Dat is die vierkante zwarte knop. Daarna haal je de hendel over. En dan, daarna ga je met de andere hand beur je deze hendel omhoog. En zo kunt u het water uit de ketel halen. U zet hem weer terug. En u doet de vergrendeling weer op de goede manier zetten. Daarna kun je alles weer erbovenop zetten. En u kunt weer opnieuw beginnen met waterzuigen. Als het werk gedaan is, dan is het belangrijk dat u ook weer de machine schoon terugbrengt. Dus met schoon water even alles even schoonmaken.